De start is gevallen. Start valt en de snelste start is voor Moore Caviar. Moore Caviar in zijn eerste Monte Koers gaat als eerste op weg naar de bocht. Aan de buitenzijde komt nu naar voren Outsider. Outsider door het derde spoor gaat op weg naar de leider. En zo gaan ze de bocht in de Moore Caviar. Kan het geweld niet bijbenen. Uitgeschakeld nummer 11, 11 galop. Paarden gaan de bocht door en zelfs Outsider krijgt de kop niet. Het is Jaguar Broline in duel met Victor. Dat zijn de snelste twee. En die komen als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Victor aan de binnenkant, Jaguar Broline aan de buitenzijde. Ze maken er een lange sprint van. Daarachter op plaats 3 aan de buitenkant komt nu dichterbij. Dat is weer Moore Caviar. Die is dan weer aangesloten. Nee, dat is Valdenburg. Die is er al bij. Is dat zo? Dat is zo. Valdenburg schuift op naar plaats 3 en Moore Caviar ligt op plaats 5. Zo gaan ze de bocht in. Valdenburg is op jacht naar Victor en zo gaan ze de rechterbocht door. Er zit enorm veel tempo in deze koers. Victor, Jaguar Broline krijgt het heel moeilijk in die bocht. Aan de buitenzijde wordt hij nu gepasseerd door Valdenburg. Daarachter ligt Outsider op plaats 4. Gaat nu naar de buitenkant, gaat door naar plaats 3. En die andere paarden hebben op dit moment nog geen schijn van kans gehad. Gaat veel te hard vooraan en zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Nog altijd diezelfde combinaties vooraan. Victor, Valdenburg en Jaguar Broline. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Op weg naar die laatste bocht is nog altijd Victor de leider. Maar daar komt Valdenburg nu aan voorbij. Valdenburg neemt de leiding over. De snelste Monte-draver van Europa ligt nu vooraan. En zo gaan ze de laatste bocht in. Valdenburg op plaats 2 daarachter ligt dan nog altijd Victor. Aan de buitenzijde komt Outsider dichterbij. En halverwege de Tjada-bocht gaat Valdenburg er vandoor. Gaat Outsider erachteraan. En zo ronden ze de laatste bocht. Paarden komen zometeen in de laatste rechte lijn. Valdenburg leidt Outsider op plaats 2. En zo zijn ze in die laatste rechte lijn. En wat een demonstratie tot nu toe. Uitgeschakeld nummer 10, 10 galop. Van Valdenburg. Valdenburg heeft nog altijd een ruime voorsprong. Aan de buitenzijde komt nog wel één ultieme aanval. Maar die ultieme aanval zal te laat komen. Het is Valdenburg die gaat winnen. Valdenburg gaat hem winnen. De 9 wint hem. Op de tweede plaats de 3, Moore Caviar. En derde wordt toch nog de 8, Ariane Beemt. Alsnog uitgeschakeld, nummer 7.